Ik sta hier in het Filmmuseum met Jan van der Brink. Het Filmmuseum gaat een nieuw gebouw betrekken. Waar komt dat gebouw? Aan de overkant van het Centraal Station, in Noord eigenlijk, maar precies voor de Shell-toren. Daar is nu nieuw land aangespoten, dat is helemaal bouwrijp. En begin september wordt daar de eerste paal geslagen van het nieuwe museum. En als alles goed gaat, dan zou dat in 2011 zijn poorten moeten openen. Nu is er een tentoonstelling en er draaien natuurlijk ook films over Alain Delon. Wie was hij? Ja, Alain Delon is een icoon, zeker in Frankrijk denk ik. Een van de grootste acteurs denk ik uit de Franse filmgeschiedenis. Inmiddels is hij 73, doet niet zo heel veel meer met film, maar in de jaren 60 en 70 was het een enorme bekendheid die in heel veel belangrijke films gespeeld heeft. En die een heel eigen imago heeft gevestigd met zijn manier van doen, zowel in films als in publieke optredens. Het leuke van Delon vind ik dat hij eigenlijk vanaf zijn eerste films al gelijk dat imago heeft gekregen van aan de ene kant een ontzettend mooie jongen en aan de andere kant iemand met, laten we zeggen, licht demonische trekjes. Hij kan zowel een heilige spelen als een moordenaar en dat doet hij met evenveel verve. En dat dubbelzinnige, dat zit in heel veel rollen. Dat is ook door heel veel regisseurs heel mooi gebruikt in een aantal films. Vandaar dat we dat in dit geval ook de duivelse aantrekkingskracht van Alain Delon noemen. Want de tentoonstelling heeft als ondertitel The Man You Hate to Love. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk dat dubbele ook een beetje houdt. Want dat zullen natuurlijk heel veel mensen ook met Delon hebben. Aan de ene kant iemand, niet de meest sympathieke persoon die je kunt voorstellen. Zeker aan publiek is het een moeilijke man die er nogal van houdt om te provoceren. Maar ook in zijn rollen kun je niet zomaar alleen maar van hem houden. Daar is wat extra's voor nodig. En aan de ene kant zou je niet van hem willen houden, maar hij heeft een soort onweerstaanbaarheid, waardoor je eigenlijk toch altijd weer voor hem valt. Vandaar de man you hate to love. Hij is altijd in Frankrijk gebleven of is hij ook naar het buitenland gegaan? Nou, hij heeft eigenlijk tot twee keer toe geprobeerd om met name in Hollywood een carrière op te bouwen. Begin jaren 60 en later in de jaren 70 nog een keer. Dat is eigenlijk nooit helemaal goed gelukt. Ondanks dat hij voortreffelijk Engels heeft leren spreken en in een aantal Hollywood-producties heeft gespeeld. Ik denk dat het ook te maken heeft met enerzijds zijn imago. Want hij begon er al mee te zeggen van Hollywood heeft mij nodig om voor te kunnen bestaan. Nou, dat is natuurlijk van een verregaande arrogantie. Anderzijds heeft hij denk ik geen gelukkige keuze gehad met zowel scripts als regisseurs. Wat hij in Europa wel heeft gehad, namelijk werken met grote regisseurs als Visconti, Antonioni, Melville, Lozzi. Dat heeft hij eigenlijk in Amerika nooit gehad. Er zijn geen grote namen die een film met Delon hebben willen maken. En ik denk dat dat de reden voor is dat het gewoon niet gelukt is met zijn carrière al daar. Nou vroeg ik me af qua persoonlijkheid. Delon vond het extreem leuk om iedereen tegen de schenen te trappen en zich ook misschien wel wat extremer voor te doen dan hij in werkelijkheid was. Ja, dat zorgt wel voor een bepaald soort imago natuurlijk. Het leuke is dat je meer bij Delon ook ziet dat dat past bij de films waar hij ook in heeft gespeeld. Hij heeft natuurlijk in heel veel gangsterfilms gespeeld. En dan maakt het eigenlijk niet uit of hij nou de crimineel speelt of de politieinspecteur. Maar allebei de personages kan hij met een soort dubbelzinnigheid spelen. De criminelen zijn niet alleen maar fout en de politieinspecteurs zijn niet alleen maar goed. En dat kun je wel aan Delon overlaten. Hoe zou je zijn filmstijl kunnen karakteriseren? Om te beginnen is het een instinctief acteur. Dat is natuurlijk ook het mooie van Delon, want hij is zonder enige ervaring en opleiding acteur geworden. Eigenlijk toevallig ontdekt vanwege zijn mooie gezicht. Toen bleek hij ook gewoon nog te kunnen acteren toen hem dat gevraagd werd. Dus dat doet hij helemaal op basis van talent. Zijn persoonlijkheid is natuurlijk heel belangrijk in films. En wat je ook soms heel mooi gebruikt ziet worden, is de manier waarop hij zich beweegt in films. Dat is bijna van een soort, zou je kunnen zeggen, roofdierachtige kwaliteit. Gewoon lenig, altijd bijna op zoek naar een soort prooi, zou je kunnen zeggen. Of op zijn hoede, bang voor verraad, zegt men ook wel eens. En soms ziet het er bijna uit als een soort van choreografie. Dat wordt bijvoorbeeld door iemand als Antonioni heel mooi gebruikt in L'Eclisse. Pas later in zijn carrière, na Le Samurai, de beroemde gangsterfilm die hij met Melville maakte, zie je dat hij dat imago heel erg uitbuit ook in zijn acteren. Een soort onderkoeld acteren, met zo min mogelijk beweging, zo min mogelijk gezichtsuitdrukking.
En juist met hele kleine details dan heel veel proberen te suggereren. En dat is iets wat, ja, wat zijn toppunt heeft bereikt bij de andere films die hij met Jean-Pierre Melville heeft gemaakt, zoals Un Flic en Le Cercle Rouge. Wat is je persoonlijke favoriete film van Delon? Oeh, dat is een hele moeilijke vraag. Want er zitten natuurlijk prachtige films bij. Ik vind de Melville-trilogie heel erg mooi, Le Samurai natuurlijk. En ik ben dol op L'Eclisse van Antonioni. Ja, hij laat Delon prachtig mooi spelen als jonge beurshandelaar. Je ziet ook prachtige scènes op de beurs van Milaan, waarin Delon heel opgewonden is en over de beursvloer heen danst, als het ware. En af en toe ook weer helemaal verstild is in de scènes die hij samen met Monica Vitti heeft. Dus dat is echt een schitterende film in zwart-wit om nog een keer op het grote doek te bekijken. De tentoonstelling en het filmprogramma zijn nog te zien tot en met 26 augustus. Maar de kans is groot, zoals het nu loopt, dat we besluiten om er nog een week aan vast te plakken. Want eigenlijk zijn avond aan avond de films uitverkocht. Dus we overwegen nog om een extra week eraan vast te plakken. En dan gaat ook de tentoonstelling nog een week door. Dus dan zou het tot en met